Mijn keuze om bij ATK als trainer NLP te werken, voor mij een ongelooflijk nieuw idee of nieuwe manier om mensen in kansarmoede te begeleiden. En deze mensen niet langer als slachtoffer te behandelen, maar als mensen met potentieel om zelf initiatief te nemen, om zelf actief in het leven te staan en niet langer te functioneren vanuit reactie of slachtoffer zijn. Mijn focus binnen ATK gaat vooral uit naar de kansbiedende buddy. In dit geval wil ik heel graag de kansbiedende buddy bewust maken van zichzelf. In eerste instantie van wat er gebeurt in zichzelf, aan processen, aan denkprocessen, aan gedrag, zodanig dat je een beeld hebt van jezelf en je ook de informatie die je verzamelt kan ordenen. Met deze informatie die je over jezelf hebt en die je kan thuisbrengen of die je kan onderbrengen in een systeem, kan je ook kijken naar anderen en op dezelfde manier structuur geven of dingen herkennen. Processen, ideeën, overtuigingen, gedrag, wat je bij de anderen ziet, bewust maken, duidelijk maken en helder overbrengen. Deze opleiding. En dat is in eerste instantie reflectie. Reflectie van jezelf maken. Zodanig dat je durft vragen te stellen. Bij al die denkprocessen die er zijn, bij wat je doet, vragen durven stellen. Een tweede heel belangrijk punt is aanwezigheid. Hier en nu aanwezig zijn. Zonder de story in je mind, de story van je leven. De soapserie die zich dagelijks afspeelt in onszelf.